Vanavond zijn het hier de AMA Awards. Voor de zevende keer organiseren wij de prijzen van de media-expertise. Media-experten die kunnen werken bij reclamebureaus, bij mediabureaus, zij die de mediaplannen en de mediastrategieën bepalen. Maar dan natuurlijk ook bij de media zelf, de verkopers van mediaruimte. En ook heel veel mensen uit de onderzoekswereld. Mensen die gespecialiseerd zijn in het meten van reclameresultaten en het meten van media. De bedoeling is eigenlijk om elke case en elke situatie in zijn eigen categorie aan bod te laten komen. Een van de boeiendste nieuwe categorieën dit jaar waren de Young Potentials, waarbij we jonge creatieve potentials uit het vak de kans hebben gegeven om te bewijzen dat ze iets kunnen. Meestal zijn we tot een consensus gekomen, in de zin dat de jury op voorhand goed alle cases heeft gelezen. We hadden dan een shortlist van drie winnende cases. Uiteindelijk kiest iedereen wel anoniem en daar kwam soms toch nog een onverwachte winnaar uit. C'est la septième année, je pense, où on était nominé. Et c'est la première année où on gagne, donc ouais, on est très 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 content. Je pense que ça fait à peu près un an et demi qu'on est en train de repenser complètement notre manière de travailler, notre réflexion, notre approche. Et je crois qu'on s'est beaucoup remis en question. Et voilà, bah, aujourd'hui, il semblerait qu'on ait trouvé des bonnes recettes. C'est une super année parce qu'en fait, ça fait trois fois là, qu'on gagne des récompenses ou qu'on se trouve en haut du classement des agences médias. C'était déjà un honneur d'être parmi les derniers. C'était quand même des gens qui étaient dans des grosses sociétés comme Clear ou comme à la VMMA. Le secret derrière tout ça, c'est vraiment la passion. Parce que le monde de la publicité, ben, une fois qu'on est dedans, je pense qu'on a le virus, donc c'est très difficile d'en sortir. Het is een moeilijke markt, dus voor iedereen hier vandaag aanwezig is de markt niet gemakkelijk, maar wij zijn een bureau dat alle dagen positief kijkt naar de toekomst en zeer hard werkt voor zijn klanten. Ik vind af en toe eenmalig ons vak in de kijker zetten en de mensen belonen die elke dag zo hard werken voor die adverteerders, dat vind ik de moeite waard. We hebben goud gewonnen in de categorie Best Digital Use. Dat is met AX. We hebben gewonnen met AX in Best Creative Use. We hebben ook gewonnen met KBC, brons. We hebben gewonnen voor, met Search, met Knorr. En we hebben onze High Potential, die de uitverkorene was deze avond als beste High Potential. Dus dat zijn toch wel vijf mooie awards waar we ongelooflijk trots op zijn.